boek wordt vandaag officieel gepresenteerd. Zelf ben ik natuurlijk Nusantara dankbaar dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. Want Tycho Brahe zelf heeft die connecties niet om het hier te laten plaatsvinden. Het handelt over een streek. Gebied waar de drie mystieke rivieren ontspringen. Dat is de Tala, Eti en Sapalewa. Het boek volgt drie verhaallijnen. In de eerste plaats heb ik als basis genomen die drie stromen van Adolf Jensen, die ooit in 1937-38 daar onderzoek heeft gepleegd en dat boek heeft geschreven. Weliswaar in Oud-Duits, dus niet toegankelijk. Dus heb ik het eerst moeten vertalen. En dat heb ik dan als basis gebruikt voor het mystieke drie-stromengebied. Daarnaast is de naam van die drie rivieren, Tala, Eti, Sapalewa, dat is ook de naam van de stichting, Tycho Brahe. Dus dat is weer een verhaallijn. En als laatste de schrijver zelf, die zijn visie geeft op het gebeuren, op het leven van de Molukker nu anno 2016. Zeker hier, ver van het vaderland en dreigt af te dwalen van de kernwaarden van de Molukkers, de Adab. We zitten weliswaar al 65 jaar hier, maar neem niet weg dat de identiteit die wij willen behouden, ja, niet losgezien kan worden van de kernwaarden. Ja, ze roepen van alles. Ze roepen van alles. Sommigen die pretenderen zeg maar de Ada te kennen, maar zelf constateer ik dat ze elkaar napapagaaien. En ik vind dat als je pretendeert Molukker te zijn en veel te weten van je roots, dan moet je je ook verdiepen in die materie, anders heb het geen zin. Nou, in ieder geval dat je meer zicht krijgt op wat de Molukker beweegt. En wat voor dingen die je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld bij trouwerijen, hele ritueel zit eraan vast. En je trouwt niet meer zomaar. Het is eigenlijk families. Niet alleen families, maar ook kleins met elkaar. Dus dat is best interessant, ook voor de Nederlander. Wij zijn hier naartoe gedeporteerd. Hè? Dus wij zijn niet uit eigen vrije beweging gekomen, niet om economische redenen nog. Dus dan heb je zo'n beetje de plicht hè, om je achtergrond en je roots eigenlijk vast te houden. Zo zie ik dat, misschien de jongeren, maar wel een stuk minder misschien. Ik zou willen, wat ik daarnet ook al een beetje aan heb gestipt, dat zij elkaar niet alleen napapagaaien. Ze moeten zich geroepen voelen om zich te verdiepen in de kernwaarden van het Molukker zijn. Ik wil met dit boek de stichting Tycho Brahe voor het voetlicht brengen. Het ontstaan, het reilen en het zeilen van de stichting, omdat mensen zich betrokken voelen bij wat wij doen. Op dit moment in de Molukken hebben wij 35 studenten onder onze hoede en 20 middelbare scholieren. En dat kost klauw met geld. En tot nu toe hebben wij nooit kunnen aankloppen bij de overheid. We hebben het zelf middels fundraising bij elkaar moeten schrijven, jaar in, jaar uit, nu al 12 jaar. Dus dat is een van de belangrijke redenen waarom ik het boek heb geschreven.